Het hele vaccindebat en de keuze om wel of niet te vaccineren en überhaupt in grotere lijnen de keuze om wel of niet te conformeren aan de maatregelen rondom corona is best een beladen situatie. En eentje waar er best wel heftige, sterke normen en meningen zijn over wat je zou mogen voelen en zou mogen kiezen hierin. En daarom wil ik je in deze video vragen en oproepen eigenlijk om jouw waarheid te delen over jouw vaccinatiekeuze. En ook over de weg daar naartoe. Ook je twijfels. Ook de reden waarom je het niet weet. De reden waarom je naar het een neigt of naar het ander. Om alles wat met dit onderwerp te maken heeft in de gezamenlijke ruimte te brengen. En dat mag hier in de reacties, dat mag in de gesprekken die je op persoonlijke basis voert, met je dierbaren, maar ook met de mensen die je op straat tegenkomt. Het mag op je social media, het mag in de grote boodschappen die je de wereld inzendt, zoals ik hier doe met deze video. Ik denk dat het zo ongelooflijk belangrijk is dat we dit onderwerp bespreekbaar maken. Dat we een ruimte scheppen waarin we alles wat hier speelt in onszelf en in de maatschappij aan het licht kunnen brengen. Zodat we het allemaal in de ruimte kunnen houden. Alle voor's en tegen's. Alles wat pro is en wat tegen is. Alles wat ongemakkelijk is om te zien en alles wat fijn is om te zien. Maar dat we in ieder geval alles wat hier speelt en alles wat er is aan gevoelens en ideeën en overtuigingen en feiten, dat we het allemaal hier kunnen laten zijn. Want alleen daarvan uit denk ik dat we echt naar de waarheid kunnen terugkeren. Kunnen ontdekken in die hele smurrie van alles wat dit oproept en alles wat hier omhoog komt. Kunnen voelen wat is de juiste keuze. Wat is de weg vooruit. Voor ons als individu, maar ook voor ons als maatschappij. En dat kun je een beetje terugkoppelen naar ook het keuzeproces van wil ik me laten vaccineren of niet. Als je alles in de ruimte kunt brengen, als je alles wat dit in jou oproept hier kunt laten zijn, dan kan die helderheid straks gaan komen over wat voor jou de juiste beslissing is. Ik ga je verderop in deze serie ook nog een meditatie geven waar ik de inspiratie voor voelde nadat ik alle reacties op de video's binnen zag komen. Die je gaat helpen om meer vanuit je diepere wijsheid in te gaan voelen op deze keuze en daar helderheid in te krijgen. Maar voor nu vind ik het even heel belangrijk om dit stuk mee te geven. Want voor jezelf, maar ook voor ons als maatschappij, we hebben dit zo nodig. Een van de dingen waar, wacht, laat ik het zo zeggen. Wat ik heel graag nog even met jullie wilde delen in dit hele proces van deze videoreeks die ik hier doe over het vaccin, is dat ik het zo. Dat is al een beetje, denk ik, door het beeld heen aan het schemeren. Maar ik vind het zo ongemakkelijk om dit te doen. En ik heb 2 weken lang gevoeld, ik wil hier een boodschap over maken. Ik wil hier dingen over zeggen. En ik deed het niet omdat, oké, deels omdat er geen tijd was. Maar ook omdat ik dacht, ik heb nog niet uitgevogeld wat precies die ene juiste zin is, die ene juiste boodschap die ik hierover wil zeggen. En ik denk wat veel van ons voelen en wat ik zelf ervaar, is dat oh, er zit zo die beladenheid op, zo die regels over wat je hier wel en niet over zou mogen vinden en zeggen, dat het heel moeilijk is om als je niet super zeker bent van jezelf die boodschap de wereld in te brengen. Terwijl juist in dat stukje, ik weet het niet helemaal zeker, of mijn waarheid is alleen mijn waarheid, juist daarin zit de openheid waarmee we met z'n allen kunnen gaan kijken wat nou eigenlijk ja, het soort van de waarheid is of de stap vooruit. Dus ik voel me zo. Nou ja, inmiddels ben ik het gaan doen. Ik voel me bij elke video ongelooflijk stuntelig. Achteraf denk ik, oh, ik wil hem nog een keer overnieuw opnemen en dan nu wel het juiste zeggen. Ik heb gedacht dat ik 1 video moest maken waar de hele boodschap in zit. Uiteindelijk heb ik maar gewoon allemaal losse stukjes gedaan en een deel van mijn hoofd. Denk nu alweer, Loesje, je bent jezelf zoveel aan het herhalen. En andere dingen die ik wil zeggen, dan denk ik, oh, dat heb ik weer niet genoemd, ben ik vergeten. Hier wil ik je toestemming voor geven. Om net als ik hier voor je gevoel te staan stuntelen, om het niet te weten, om misschien bang te zijn voor hoe anderen gaan reageren. Ik vind niet zo'n fijn idee dat, weet je wel, ik ben me ook bewust van mijn ouders gaan deze video's misschien zien. En ergens wil ik dat ze het zien, omdat dit is wie ik ben. Maar ik weet ook dat ze waarschijnlijk teleurgesteld zijn wanneer ze zien dat dit is wie ik ben. Poeh. Dus dit is waar ik je toestemming voor wil geven. Om al die dingen te voelen. Om je boodschap niet helder te hebben. Om je keuze misschien ook niet helder te hebben. En toch te laten weten wat er in jou leeft. En
soms is het daarbij helpend dat we dit grootschalig hier in het openbaar kunnen bespreken. Maar ik heb ook gevoeld in mijn persoonlijke leven dat elke keer als ik gewoon één op één met iemand sprak, met mijn fysiotherapeut, met een vrouw bij wie ik mijn konijnenhok kwam lenen. Als in dat soort gesprekken, als ik daar bij mijn waarheid bleef over deze situatie en wat ik voel over de maatregelen en over het vaccin, dat dat iets helends was. En dat dat iets deed, niet alleen voor ons twee, maar voor het hele collectief waar we deel van uitmaken. Dit is de weg naar het licht. Dit is de weg naar de waarheid die voor ons allemaal, en dan bedoel ik zowel mensen die pro-vaccin en maatregelen zijn, als mensen die daartegen zijn, wat ons allemaal het meest gaat dienen. Dus alsjeblieft, stuntel, zeg het verkeerd, weet het niet zeker. Doe de dingen die je net zo maloot terug doen voelen als ik me hier voel met deze video's. En zeg het toch, maak een begin. Want als ik iets heb gemerkt uit de reacties die binnenkwamen van deze video's die ik hier ben gaan doen, dan is het wel dat het meest helpende voor mensen was dat ik een ruimte heb geopend. Een ruimte om hierover te kunnen praten, om hiermee te kunnen zijn. En dat is wat jij ook doet wanneer jij jouzelf laat horen. Niet iedereen gaat daar goed op kunnen reageren. Niet iedereen gaat het begrijpen. En toch is het belangrijk dat je het doet als je voelt dat er iets in jou leeft. Dat er iets in jou speelt rondom dit onderwerp. En ik wil je uitnodigen om daar een eerste stap mee te maken door hier in de reacties te laten horen van jou. En een stukje van jou te laten zien over deze hele corona- en vaccinsituatie waarvan je voelt, dat vind ik wel een beetje spannend om de wereld in te brengen. Ik wil je heel graag uitnodigen om hier de eerste stap daarin te zetten, om het uit te proberen. En ik wil daarbij dus ook vragen aan ieder van jullie om daar liefdevol ruimte voor te houden. Om niet in de reacties tegen iemand in te gaan, om niemand te bekritiseren hier. Die reacties die zal ik verwijderen als ik ze zie. Dit is een veilige en liefdevolle ruimte waar alles er mag zijn. En ik hoor heel graag welk stukje van jou je eng vindt om aan ons te laten zien. Om het toch te laten zien. Want ik geloof in jouw waarheid en dat wat er in jou speelt.